muziek, energie, horeca en de mooie attracties. Nou, een feest voor iedereen. Het is nou voor mij de eerste keer om kermiswethouder te zijn. En als je ziet wat voor werk er gestopt wordt in die voorbereiding met de kermisorganisator, met de exploitanten, met lokale ondernemers en natuurlijk de gemeente zelf. Ja, het is fantastisch om te zien wat er nu allemaal al staat. Vrijdag beginnen we. Dan hebben we op zaterdag de officiële opening om 14:00 in Budschop. Dus zowel in Nederweert als in Budschop te doen. En de zondag reserveren we voor de familiedag. En de dinsdag hebben we de prikkelarme kermis. Dat is echt voor mensen die nou, graag wel van de kermis willen genieten, maar dat op een iets rustigere manier willen doen. En ook daar hebben we al meer dan 100 aanmeldingen voor. Dus dat is super goed om te zien. Dit is echt een mooi volksfeest. De ritprijzen zijn voor iedereen betaalbaar. Dat begint al bij 1,80 euro. Er is muziek. De ondernemers die hebben er heel veel zin in. De exploitanten die genieten ervan. En natuurlijk de kermisorganisator. Die heeft er hartstikke hard gewerkt samen met de gemeente. Om gewoon te zorgen dat iedereen aan de gang kan vanaf vandaag. Meer informatie over de Nederweerter kermis die vinden Nederweertenaren in het blaadje van deze week. Mensen buiten Nederweert kunnen gewoon kijken op nederweert.nl. Daar staat alle informatie op, van openingstijden tot aan de attracties. Ik zou zeggen, ben van harte welkom. Kom genieten in het mooie Nederweert en we zien je snel.